Mijn naam is Barbara van den Hoofdakker. Ik ga iets vertellen over de aandachtsdeficiëntie hyperactiviteitsstoornis in de DSM-5. Je hoort het al, de naam is een beetje anders dan in de DSM-4, want daar heette de stoornis aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Nu dus aandachtsdeficiëntie hyperactiviteitsstoornis. Naast een paar kleine wijzigingen in de criteria is het vooral belangrijk nu om in de DSM-5 de ernst van de problemen te specificeren. Dus er moet nu vastgesteld worden of de problematiek licht, matig of ernstig is. Het is een belangrijke wijziging, want het sluit aan bij bestaande richtlijnen. De ernstspecificatie heeft consequenties voor het behandelbeleid en dat is iets wat verschillende richtlijnen, zoals de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn, maar ook de Engelse NICE guideline, ons al jarenlang vertellen dat we dat zouden moeten doen. Behalve de ernstspecificatie is het zo dat er in de DSM-5 veel meer voorbeelden staan bij de symptomen en dat die symptomen nu ook toegelicht worden bij kinderen, bij adolescenten en bij volwassenen. En daarmee kan ook de ADD-classificatie bij volwassenen wat beter en betrouwbaarder gesteld worden. Tot slot is het belangrijk dat nu in de DSM-5 naast de diagnose autisme ook ADD gesteld kan worden. Dat kon in de DSM-4 formeel niet. Wat kunnen we vanaf nu doen? Als je meer wilt weten over de overeenkomsten en de verschillen tussen DSM-5 en DSM-4 op het gebied van ADD, verwijs ik je naar de uitgebreidere presentatie hierover.